Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief in aard en geen financieel advies. We gaan kijken naar Bitcoin. Is Bitcoin nou een pump en dump coin geworden? Ben benieuwd naar jullie mening. Laat dat sowieso weten onder in de comments. Verder gaan we kijken naar de koersen natuurlijk. Wat kunnen we ervan verwachten? En ik ga behandelen waarom ik gisteren long ben gegaan, maar ook vervolgens weer short en op welke punten en de gedachtegang daarachter. Neem een paar altcoins mee, de S&P 500 en de dollar en een heleboel nieuwtjes. Dus het is een wat langere video. Denk ik. Kijken hoe snel ik er doorheen ga natuurlijk. Maar neem een lekker kopje koffie. Ga lekker zitten. En vergeet de video natuurlijk niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet daarbij niet op het bel-icoontje te klikken. En pas op natuurlijk voor de spammers en scammers onder in de comments. We beginnen met de nieuwtjes natuurlijk. PayPal laat gebruikers nu Bitcoin en andere altcoins versturen van wallet naar wallet. Dus voorheen kon je PayPal alleen maar op PayPal gebruiken. Nu kun je ze dus ook daadwerkelijk naar andere wallets versturen. En dit is zeer positief. Natuurlijk was het al mooi voor de adoptie dat PayPal Bitcoin accepteerde voor merchants, voor verkopers. En ook kopers dus eigenlijk natuurlijk. Maar eerst kon je dat dus niet versturen, maar het was de meest gevraagde feature onder de gebruikers. En het is goed dat ze daarna luisteren. Ethereum, ook interessant nieuws. De test merge, dus Ethereum zit nu nog op proof of work. Die gaat over proof of stake. En dat moet natuurlijk uitgebreid getest worden. En binnen 48 uur gaan ze de test merge doen op het Robston netwerk, waarbij ze dus die transitie krijgen. Let op, dit zou wel bearish actie kunnen geven voor de koers als dit mislukt. Dan Bitcoin ETF's. In Amerika wil het maar niet lukken, de spot ETF's in ieder geval. Maar op andere beurzen gebeurt dat dus wel in andere landen. In Italië, al is het geen Bitcoin spot ETF, maar een Bitcoin thematic. Dus dat gaat dan over de aandelen binnen het ecosysteem, zoals Coinbase en MicroStrategy. Hoe dan ook is het wel meer adoptie. En in Australië heb je wel twee Bitcoin spot ETF's waar je dus echt Bitcoin voor moet kopen als onderpand. Amerika komt eraan, de vraag is alleen wanneer. Zit Binance in problemen? Want de vijfde grootste munt van crypto op dit moment, die is onder de loep gelegd door de SEC of hun BNB token sale in 2017, of dat een security was of niet. En dit is een beetje het probleem wat XRP natuurlijk ook heeft, net iets anders. Dus dat, ja, ik ben benieuwd hoe dit zal gaan aflopen en wat daarvoor de gevolgen zullen zijn voor crypto. Goed, de grafieken. De S&P 500, daar gaan we even mee beginnen. Dus er was een opwaartse driehoek gezien, te zien gisteren. Die brak eerst naar beneden uit, vormde daarna een descending broadening wedge en kwam daar weer mee boven in de opwaartse driehoek. En wat we nu dus eigenlijk ook willen zien is dat die opwaartse driehoek naar boven uitbreekt. En als we uitzoomen naar de dagelijkse ziet het er ook wat meer uit als een... Ja, het is ook een beetje een opwaartse driehoek, maar je ziet eigenlijk dat de weerstand die zit hier op de 4180 en de support die zit hier op de 4078. En het is eigenlijk een beetje zijwaarts. Je zou dit een zijwaartse bullflag kunnen noemen. En ja, wat de bulls moeten doen en wat ook positief voor Bitcoin zal zijn, dus zeker iets om op te letten, is die 4178 ongeveer breken. En dan verwacht ik dat we door kunnen gaan richting de witte box. En dat is de golden pocket waar de koers vaak naartoe willen gaan. En hopelijk geeft dat ook een boost aan Bitcoin. Anderzijds, als we de support hier verliezen op de 4075, dan is het een teken dat de bears weer gaan overnemen en dat we meer consolidatie gaan krijgen. Wat zou kunnen helpen is de dollar, de dollar index dus, potentieel een rising wedge hier. En we zien dus dat de koers die probeerde hier opnieuw de 200 moving average te breken, maar daar werd hij op afgewezen. Er worden wel higher lows gemaakt. En ook higher highs, maar de higher highs die zijn marginaal hoger, wat dus kenmerkend is voor een rising wedge. Dus best case scenario is dat deze naar beneden uitbreekt en een eerste teken daarvoor is het verliezen van de 102 support. Futures grafiek, nou er staan nog twee futures gaps open in ieder geval. Die van gisteren of van het afgelopen weekend is gesloten. Dan zagen we dus gisteren, nou we zagen de afgelopen twee dagen dus al, of tenminste de afgelopen week, pump en dump. Pump en dump, oftewel bark patterns. En daarna zagen we dus consolidatie gisteren. Gaan we zo direct verder naar kijken. Alleen wat we zagen, of wat ik zag in ieder geval en deelde in de premium Discord groep, is dat de funding rate enorm negatief werd. En dat was een reden om hier eigenlijk een opwaartse driehoek te gaan traden.
En eigenlijk die short squeeze mee te nemen. Want later shorters, hè, die denken, nou wauw, de koers gaat naar beneden. Ik verwacht dat die verder naar beneden gezakt. Dat is dan wat de newbies eigenlijk als gedachtegang hebben. En die gaan dus enorm short. En over het algemeen krijgen dus de tegenovergestelde reactie, de contrarian reactie. En dus een short squeeze. Zelfde verhaal gisteravond. We kregen hier dus een goede pump uit. En ook toen ging de funding rate dus keihard omhoog. Dus we zouden, dus de verwachting was hier inderdaad weer een long squeeze. Dus beide kanten worden op dit moment gestraft. En ik heb het al een paar keer gezegd, voor de meeste mensen is dit geen moment om te gaan traden. Tenzij je goed weet wat je doet natuurlijk. Maar voor veel mensen is het beter om hier uit te blijven totdat je echt een trending market hebt. En een trending market is dit, dan kun je mooi long gaan. En een trending market is dit. Voor range traders is dit natuurlijk perfect. Dus iedereen heeft zijn eigen strategie, zijn eigen stijl. En het is belangrijk om te realiseren in welke markt je zit en of je stijl erbij past. En als je hier dus aan het traden bent terwijl het niet bij je past, dan ga je gewoon geld verliezen. En dan is het beter om te wachten tot het moment is dat jouw stijl wel weer van toepassing is. En dan kun je dus ook agressiever traden. En zelfs als je in deze periode niet trade, dan verlies je in ieder geval geen geld. En het belangrijkste is natuurlijk om je vermogen te beschermen. Maar goed, de funding rate staat nog steeds vrij hoog. Dus ook hier zou nog steeds een verdere long squeeze kunnen komen. Dan Bitcoin op de daily. Hier een hele belachelijke candlestick, moet ik haast zeggen. We zien dus, het is een hanging man candlestick, dus een bearish candlestick. En we zien dus ook al dat dat aan het volgen is. Maar we zitten dus, zoals ik gisteren zei, nog steeds in deze range. En we zijn ook gisteren weer onder deze neerwaartse lijn tegengehouden. Deze rode neerwaartse lijn. En het breken van deze weerstand op 31,7 tot, dat zou bullish kunnen worden. En als we de support hier verliezen op 29,1, dan verwacht ik dat we door kunnen zetten richting de lows hier rond de 28.000 ongeveer. En hier dus eigenlijk ook mijn gedachtegang in de premium Discord groep. Dus je kunt hier een weekje meekijken. En als je meer updates over de dag heen, over Bitcoin, maar ook altcoins wil, dan kun je in de premium Discord groep meekijken. Dus gistermiddag, waarom ik eigenlijk verwachtte dat we een short squeeze zouden krijgen. Er was een rising wedge te zien, maar die brak naar beneden uit, zette niet door. Vormde daarna een gele opwaartse driehoek. Dus daar ben ik op ingestapt. En een hoger risico trade was hier instappen. Stoploss onder de low. Nou, en dat had uiteindelijk mooi uitgepakt, maar is wel het hoger risico qua trade in ieder geval. En iedereen dus, en na uitbraak, iedereen dus die hier in de uren daarvoor short was gegaan, die zat onder water. En dat betekent dat ze gesqueezed kunnen worden. En dan gisteravond, krijgen we opnieuw een BART. Of is dit een echte uitbraak? Om het geloofwaardig te houden of hebben, moet je echt de laatste high hier breken. Nou, dat is dus duidelijk niet gelukt. Als we zoiets weer zouden krijgen zoals we hier zagen, dan is het mooi om short te gaan. RSI was overigens ook flink overbought hier. Dus nog meer reden om niet al te bullish te zijn. En wat ik zei, de funding rate is weer positief aan het gaan. En die is daarna weer verder toegenomen. Oftewel, een long squeeze is mogelijk. En dat is het main scenario. Tenzij dus die highs op 32.000 werden gebroken. En hier nog wat updates en een short die ik wilde nemen. Meestal deel ik gewoon mijn bevindingen en wat ik denk dat er gaat gebeuren. En soms ook een directe trade setup. Goed, even ingezoomd. Of tenminste, verder kijkend op de grafieken. Wat kunnen we hier verwachten? Dus normaal zie je BART pattern, BART pattern, BART pattern. En je ziet wel dat die bewegingen die worden steeds kleiner. Dus ik denk wel dat we richting het einde gaan van de koers in deze zijwaartse fase eigenlijk. Die je ook op de dagelijkse goed kunt zien. En de vraag is daarna natuurlijk, wat gaan we krijgen? En in mijn ogen, ergens zit er een logica in dat we niet de echte relief rally kunnen gaan krijgen. Totdat we eigenlijk alle stoplosses en de liquiditeit hieronder ophalen. Dus ik hou zeker rekening met het feit of met het scenario dat we dit kunnen krijgen. En daarna pas een relief rally kunnen krijgen. En dan in het positieve geval moeten we eerst deze rode lijn doorbreken. Dus dat is een sterkere weerstand als we daar doorheen kunnen breken. En eigenlijk het liefst ook dus deze highs hier op die $32.000. Als we daar eigenlijk in eerste instantie doorheen breken, dan zou je kunnen zeggen, oké, we krijgen niet meer het neerwaartse scenario waarbij liquiditeit eerst wordt opgehaald. Dus dat is eigenlijk wat we zien op korte termijn. En overigens wat er dus gisteren gebeurde. Hier was die rising wedge, brak naar beneden, naar het bear set en niet door. Dat maakte toen een opwaartse driehoek.
maakten ze technische target, is er naar doorgepumpt. En vervolgens was dat dus een mooi short. En wat ik ook wilde laten zien. Oh ja. Dus wat we gisteren ook zagen, is dat we onder deze grotere rising wedge kwamen. Die ik hier heb getekend. En waar ik nou op zoek was, was een potentiële bearish afwijzing. Maar die hebben we niet gekregen. En dat betekent dus ook geen trade daarin. Dus samenvattend. Als we deze rode neerwaartse lijn doorbreken en deze high, dan kunnen we bullish zijn voor een relief rally verder. En dan kijk ik naar de $34,000, $35,000, potentieel $37,500. En als we dus eerst die liquiditeit op moeten halen, dan zullen we deze lows hier breken. En is dat een short mogelijkheid. En eventueel kun je dus ook al short gaan als deze blauwe lijn wederom wordt gebroken en richting de 26.800 ongeveer. En ja, kijken hoe laag dat kan gaan. Goed, wil je ook leren traden zoals ik dat doe? Doe dan in ieder geval een kennismakingscursus. Je leert wat traden is en wat je ervan kunt verwachten. En als je je eigen analyse wilt doen, dan kun je natuurlijk deel 1 doen. Short gaan, long gaan, leer je in deel 2. En in de gratis kennismakingscursus, welke ik net noemde, dus die hoef ik niet te noemen. Maar de premium Discord groep, daar krijg je dus meer updates over de koers heen. En je vindt alle links onder in de video. Rechtsbovenin vind je een review over waarom ik fan ben van FTX. En dat is ook het fijne, je kunt gewoon een take profit zetten, je stoploss en je entry allemaal tegelijkertijd. Eerste 400 mensen gratis $25 aan trading fees. En 5% korting op je trading fees voor de rest van je leven. Dan Ethereum. Dus die doet eigenlijk ook met Bitcoin mee. Hè? Dus we zien hier eigenlijk pump, dump, pump, dump, pump, dump. Alleen de bewegingen zijn hier nog wat kleiner. Maar we zien hier ook potentieel een neerwaartse driehoek. Dus als de merge test op het Robson netwerk, het nieuwtje wat ik in het begin van de video deelde, als die faalt, dan zou deze neerwaartse driehoek zomaar naar beneden kunnen uitbreken. En dan kijk je al snel dus naar de 1687 als support. En nogmaals, zoals ik gisteren zei, dat wil je eigenlijk niet verliezen, want er is niet veel support meer tot aan de 1525 en de $1400. En als Bitcoin zijn relief rally krijgt, dan wil je dus zien dat deze opwaartse lijn naar boven uitbreekt. En ook hier het liefst wil je zien dat die 1908 horizontale weerstand ook breekt. Want alles daaronder is eigenlijk gewoon waarschijnlijk een fake-out. Of tenminste niet een fake-out, maar iets wat niet zal doorzetten. Dan de verzoekjes vanuit de comments. Nogmaals, die kun je in de video comments laten weten. Die neem ik de dag hierna mee. Tenminste de dag na de video die je nu aan het bekijken bent. En een van de verzoekjes was Compound. Zou je die eens willen behandelen? Je zou denken dat deze coin zijn bodem heeft bereikt. Ja, dat snap ik ook, hè, als je kijkt naar deze grafiek. Maar ik reageerde ook al in een comment van, nou, zonder naar de grafiek te kijken verwacht ik het niet. En zolang Bitcoin niet is uitgebodemd, hoeven we niet te verwachten dat altcoins zijn uitgebodemd. En op basis van de Fibonacci extension kun je ook kijken naar de volgende target. Dus we zien support verloren van de $80 voor Compound. Daar zit het nu onder. In een relief rally voor Bitcoin kan dit absoluut weer omhoog bewegen. Dan kijk ik in ieder geval naar de 12 EMA als weerstand. En die zal ongeveer samenvallen met de $80. Kan er iets overheen schieten richting de volgende weerstand hier op de $95. Om vervolgens, naar mijn verwachting in ieder geval, dat we de $23 zullen gaan aantikken. 23,7 ongeveer de $24. Wat eerst volgende target is voor de Fibonacci extension. En dat betekent dus dat Compound 97% van zijn top zal vallen. En in mijn ogen absoluut niet gek. Dan gaan we kijken naar GRT-USDT. En daarvoor gaan we even iets verder inzoomen. Ook hier trouwens, hè, enorm veel teruggegeven. En ook niet verbazingwekkend als het nog iets meer zal teruggeven. Dus als we even iets verder inzoomen. Kijk, er zijn altijd meerdere scenario's mogelijk. En voor degene die zeggen, ja, dan kan dit vriezen of dooien. Doe de kennismakingscursus, want je begrijpt het dan niet. Maar wat we in ieder geval zien, evenwichtpatroon, higher lows en ook lower highs op de koers. En dat betekent een evenwichtpatroon. Kan beide kanten op uitbreken, zal met Bitcoin meebewegen in mijn ogen. Dus als Bitcoin een relief rally krijgt, dan verwacht ik dat we in ieder geval de 26,5 cent kunnen gaan aantikken. En als hij naar beneden uitbreekt, ja, dan is dit potentieel zelfs een bearish pennant. Hè, dus op deze manier. En dat is, dus dit kan je niet zomaar hieronder zetten. Want dan kom je dus uit op de min 15 cent en dat kan natuurlijk niet. Maar dan neem je dus het percentage. En het percentage hier is 70% van deze pol. En als je erop zet, dan kom je dus uit op een 4 cent. En als we deze, als
technische target nemen, hè, want dat kan hier dus wel, dan kom je dus ook ongeveer uit op die 4 cent. Dus dat is nog een daling van 70%, wat overigens echt een hele mooie short is. En zelfs als we dus de relief rally krijgen voor Bitcoin en GRT doet daar dus in mee, dan verwacht ik eigenlijk alsnog dat we dieper zullen zakken. Vanuit daar moeten we kijken hoe diep we zullen zakken. Maar veel support is er in ieder geval niet voor GRT. Als we verder uitzoomen, heeft het hier een belangrijke support al verloren op de 23 cent. En eigenlijk is de volgende target dan de 2,9 cent, wat ook de start was van GRT. Dus dat voor GRT. Voor alle altcoins geldt eigenlijk, ze kunnen absoluut nog veel dieper zakken. Maar dat heb ik volgens mij al wel een aantal keren gezegd. Dan Request Network. Veel rood. Dus eigenlijk een van de coins die ook bijna zijn all-time high heeft gehaald van 2018-2017. Maar eigenlijk hier zagen we hier een lelijke, maar wel een head and shoulders vorm. En die is in ieder geval ook naar beneden uitgebroken. Ook hier geldt dat we verder kunnen zakken, absoluut. Dus dit ziet er meer uit als een bear flag structuur. En als we daar naar kijken, zal ook hier pas weer op de 4 cent een support zijn. Dat valt ook hier samen mee. Kunnen we een relief rally krijgen samen met Bitcoin? Absoluut. Dan zouden we iets van dit kunnen krijgen, hè, richting deze weerstand hier zo. En dat is rond de 16 cent. Om vervolgens alsnog naar beneden uit te breken richting de 4 cent. En je denkt, ja, maar dit is al zoveel gezakt. Kijk dan, hoe ver kan dit nog zakken? Dan kan ik je aanraden om de koersen even op logschaal te zetten. Dus hier rechts onderin heb je log. En dan zet je hem nog even op auto hier rechts onderin. En dan zie je dus eigenlijk dat, ja, er is absoluut nog veel ruimte om te zakken. En de eerstvolgende target is in ieder geval de 4 cent. Maar ja, ik zou niet verbaasd zijn als je richting de 1,6 cent gaat. En dan heb je dus vanaf de top een daling van ongeveer 98 cent. En nogmaals, niet gek in mijn ogen. Altcoins kunnen in deze bear market 90 tot 99% zakken. En sommige zullen ook nooit meer terugkomen. Goed, dat was het voor deze video. In ieder geval allemaal doom en gloom. Hoop niet te veel in ieder geval. Het zal allemaal goed komen. Niet met alle altcoins, maar met crypto in zijn algeheel wel. En zolang je betrokken blijft, zul je nieuwe kansen tegenkomen om je verliezen te boven te komen of enorme winsten te maken. Je leert, of tenminste, je hebt nu meer ervaring afhankelijk van wanneer je bent begonnen. En dat kun je gebruiken in de nieuwe cyclus. In ieder geval zou ik zeggen, happy trading, een hele fijne dag en tot morgen weer.